We leven in Nederland met veel mensen in een relatief klein land. En dat betekent dat het heel belangrijk is dat we nadenken over hoe we dat land in de toekomst moeten inrichten. Dat doen we ook. Ik werk nu hard aan de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie, waarin we juist die ruimtelijke inrichting van Nederland willen vormgeven. Denk aan de grote woningbouwopgave. Dat gaat nog jaren door. Tegelijkertijd hebben we Schiphol, de nationale luchthaven, is ook heel belangrijk voor Nederland, ook voor de economie. Het kan met elkaar schuren. Daar moet je een opvatting over hebben hoe je dat gaat doen. Denk ook aan de klimaatverandering, aan de verduurzaming. Het Groningse gas, daar stoppen we mee. En dat betekent dat we duurzame energiebronnen nodig hebben. Zonne-energie, heel erg mooi. Maar willen we dat heel Nederland vol ligt met zonneweides? Of zeggen we willen het eigenlijk toch liever op de daken hebben? Dat soort vragen, daar moeten we nu een antwoord op geven. En daarbij krijgen we hulp, onder andere van de Rijksadviseurs, die dat hebben vastgelegd in een panorama, Panorama Nederland, waarin je gewoon kunt zien, 360 graden, hoe Nederland er in de toekomst uit zou kunnen zien.